Hallo allemaal, Maaike hier terug in het Nederlands voor Kalijn Design met een regenboog beterschapskaart. En hier is die. Tadaa. Hiervoor heb ik gebruikt de Kalijn Design Beter Schaap. Dat komt door het schaap die erin zit. Stempelset en de stansen. En ik meet de stans op, dus precies 1 inch. De die, of de stans dan in ieder geval. De stempel is iets kleiner. En ik gebruik ook het hartje ervan in het midden van mijn regenboog. Om de regenboog aan te brengen gebruik ik de mix media papier met bonnetje van Vasen. Maar elk papier wat je gebruikt voor inkblenden normaal werkt natuurlijk prima. Ik vind het wel mooi hierop. Ik snij even een strip. Ik heb natuurlijk niet het hele vel nodig. En dan hoef ik ook niet zoveel inkt aan te brengen. In eerste instantie ben ik heel mooi de regenboog aan het blenden en doorlopen en dergelijke. Uiteindelijk heb ik gewoon maar 7 stempeltjes. Of zeg ik 7? Ja, 7. En dus helemaal niet die mooie overgangen gebruikt. En dat had ik wel kunnen doen, maar dan had ik ze niet kwijtgekund op mijn kaart. Dus, of ik had de kaart andersom moeten maken. Ja, nou ja. Dus ik had net zo goed gewoon simpele vakjes kunnen blenden. En eventueel, om nog sneller te zijn, gewoon de inkpad over het papier heen kunnen trekken. Want je ziet helemaal niks van die overgangen. Dus dat was een complete nutteloze oefening. Maar wel mooi. Dit stukje vind ik altijd op reggae of Rastafari muziek lijken. Die gebruiken die tinten. Maar ja, mijn regenboog is van Distress Ink. En ik heb gebruikt Candied Apple, Carved Pumpkin, Mustard Seed, Moat Lawn, Mermaid Lagoon, Wilted Violet en Picked Raspberry. En bovenin had ik ook Blueprint Sketch gepakt. Maar omdat ik het hartje in het midden wil, moet ik natuurlijk een oneven aantal hebben. Dus die heb ik dan maar weggelaten. En nu heb ik gewoon 7 kleuren, zoals de regenboog is. Maar voor de overgang tussen Mermaid Lagoon en Wilted Violet is het net een beetje groot. En ja, nou ja. Dus, ik stempel het hartje en de pleister. De pleister. Met VersaFine Clear Ink. En daarna stans ik ze uit. Ik heb de geel en het hartje nog een keer moeten doen, want mijn ene stansje schoof. Ik had hem niet goed vastgeplakt, ook al gebruik ik een klein beetje tape om ze vast te plakken. Verschoof die, dus heb ik even opnieuw gedaan. En dat heb ik zonder camera gedaan, want dat vond ik niet echt nodig. De stansjes moet ik nog losknippen, maar ik gebruik dus gewoon het hartje en de stans van de pleister. Als je die niet stempelt, zou die ook een grotere pil kunnen zijn. Er zit een kleine pil in de stempelset, maar je zou natuurlijk ook een hele grote kunnen maken. Er is geen lijntje voor, maar die kan je eventueel zelf omtrekken natuurlijk. En ik doe dit ook even buiten de camera om het te stansen. En kijk, hier is die verschoven, dus die nog een keer. En kijk, die is mijn regenboog. En dan heb ik 2 hartjes. Kan ik kiezen welke ik mooier vind. De ene was een beetje schuin verschoven. Ik vind het best wel moeilijk dat uitlijnen met de stans. Dat ligt aan mij hoor, want ik kan het gewoon niet zo goed zien. En ik heb ook wat washi tape tevoorschijn gehaald. Gewoon voor een beetje grafische look. Zwart-wit pijltje, zodat je ook van boven naar beneden kijkt met je oog. En deze is ook een soort haringboom. Ik scheur hem scheef af, dat vind ik leuk. Maar dit is Kalijn Design kleur. Dus dat vond ik wel grappig. En ik kwam hem tegen toen ik die zwart aan het zoeken was. Dus ik dacht, hé, dat is leuk. En genoeg washi tape voor de rest van mijn leven. Dus je moet het ook zo nu en dan gebruiken. Anders kom je er nooit doorheen. De beterschap gebruik ik, niet de beterschap, met VersaFine Clear Ink ook. Nocturne is dit. En ik stempel hem 2 keer. En hier verschoof hij. Oh nee,
Ja, hij zit gelukkig nog op de goede plek. Anders moet ik opnieuw beginnen. Maar ja, ik had mazzel. Beterschap. Ik heb geen enamel dots of steentjes toegevoegd. Dat zou wel kunnen. Maar ik vond hem zo wel mooi. Ik zet er nog even de hietel erop. Voor de zekerheid. Zie je? Laat ik zien. Zelfde kleur. Yay. En om een regenboog uit te lijnen. Gebruik ik eerst de buitenkanten. En dan het midden. En dan vul ik de rest op. Dat zal ik zo laten zien. Dus ik begin met rood. En een klein beetje foam. En ik wil het graag op die washi tape hebben. Passend. Je zou het ook ietsje eraf van kunnen laten hangen. Maar ik vind het wel mooi als het allemaal zo bij elkaar is. Zie je, dus rood heb ik gedaan. Nu de andere kant. En ik kan er vast foam aanbrengen natuurlijk. Dat is niet belangrijk. Maar de hartje is in het midden. Dus die moet ook wel redelijk in het midden zitten. Maar ik wil hem ook zo dat je de scheur van de washi tape ziet. Dus ik heb hem niet heel erg gemeten. Maar optisch moet hij daar. En nu is dus blauw de buitenste. Dus die doe ik nu eerst. En dan kan ik zien waar paars moet. Want die moet dan daar in het midden. En de afstand is dan even groot. En hetzelfde doe ik dus nu eerst met geel. En mag wel ietsje hoger. En dan oranje. En dat komt eigenlijk niet zo heel nauw. Volgens mij ben ik ook een beetje onder een hoek gegaan. Maar ja, dat lijkt ook maar zo volgens mij. Nou, dan dit is de kaart. Wat ik zeg, je kan dus nog versieren met enamel dots of steentjes of pailletten, loffertjes, wat je wil. Maar ik laat hem zo. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week. Doei!